dwangmiddelen kunnen we onderscheiden, zeg maar, in vrijheidsbenemende dwangmiddelen. En dwangmiddelen die eigenlijk worden ingezet ten behoeve van het opsporingsonderzoek, ten behoeve van de bewijsgaring. En daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden voor zware dwangmiddelen. Er moet toestemming zijn van de rechtercommissaris in veel gevallen, of in ieder geval moet door de officier gebeuren. Wat gebeurt er nu als aan een van die voorwaarden niet voldaan wordt? Dus als een dwangmiddel eigenlijk onrechtmatig wordt ingezet, komt u dat in de praktijk wel eens tegen? En wat kunt u dan doen als rechter? In de praktijk kom je het niet zo verschrikkelijk vaak tegen. Het wordt wel veelal aangegeven door de advocaten dat bepaalde toestemmingen er niet zouden zijn, of dat er een bepaald papiertje ontbreekt, of dat soort zaken. Dat blijkt over het algemeen dus niet zo te zijn, behalve dat men verzuimd heeft het bij het dossier te voegen. De Hoge Raad heeft in dit geval behoorlijke vingerwijzingen gegeven hoe je daar dan mee om moet gaan. Was het vroeger zo dat er bepaalde verzuimen werden geconstateerd, dan gold een bewijsuitsluiting, of het kon nog veel verder gaan, je kon de officier niet ontvankelijk gaan verklaren. Maar tegenwoordig heeft de Hoge Raad gezegd van, nou, dit heeft vooral betrekking op strafvermindering. Als er bepaalde omissies zijn die je niet kunt herstellen, die weliswaar meewegen aan het bewijs, maar niet zo belangrijk zijn, laat dat dan door klinken in de vermindering bij de strafopleiding. Ja. En niet meer het zware middel van niet ontvankelijkheid van de officier of anderszins. Nee. Want het is eigenlijk een discussie die misschien ergens in de jaren 90 ook wel speelde, en die toen ook wel actueel was, van de beruchte vormfouten, zeg maar, die veel gemaakt zouden zijn. Ja. En dan daar is bij het publiek misschien ook een beetje de indruk ontstaan, dat hoorde je wel eens op de beruchte familieverjaardag, van als er ergens een komma verkeerd staat, dan gaat de verdachte vrij uit. Ja. Maar dat is een fabeltje. Nou, dat was vroeger, die komma was wel een fabeltje, maar het was inderdaad vroeger zo. Dat was als er bepaalde fouten werden gemaakt, werd het voordeel van de verdachte uitgelegd. Dat was onacceptabel, maar we hebben nu een keer een systeem dat de dagvaring goed moet zijn. Ja. Het systeem hebben we nog steeds wel, maar we hebben nu de mogelijkheid om dus tot in hoger beroep die dagvaarding nog te kunnen aanpassen, om fouten die erin eventueel in zouden zitten om eruit te halen. Dat kon vroeger niet. Vroeger was het laatste moment waarop iets moest gebeuren het tijdstip voordat de officier van justitie zijn requisitoor begon. Ja. Daarna was het niets meer mogelijk. Toen lag de dagvaarding vast en bleef die vast liggen. Dus tegenwoordig is dat niet meer zo. We hebben een commissie gehad in de jaren 90 die bekeken heeft van hoe je nou met al dit soort vormfouten om zou kunnen gaan. En daar is eigenlijk uit, is de algemene strekking naar voren gekomen van, nou, wij moeten niet zo hard tillen aan al die vormfouten. Daar waar ze kunnen worden hersteld, mogen ze worden hersteld. Daar komt het globaal op neer. En eigenlijk klinkt dat ook door in beslissingen die de Hoge Raad heeft gegeven. Die heeft gezegd van, als er nu sprake is van die vormfouten, dat is niet meer dat niet ontvankelijkheid van die officier of leiden tot vrijspraken. Maar dan moet je er op een andere manier mee omgaan, want de wetgever heeft kennelijk bedoeld daar toch wat minder zwaar aan te tillen. Ja, dus formeel staan er zware sancties op als er bijvoorbeeld, we hadden het dan net meer over de telastenlegging, maar als stel een dwangmiddel wordt ingezet waar het eigenlijk niet mag. Vroeger zou wellicht eerder worden besloten dat de officier dat überhaupt niet meer mocht vervolgen. Ja. Nu zegt de Hoge Raad eigenlijk van, dan moet de strafmaat wat lager uitvallen. Ja. En, het komt nu ook maar hoogst zelden voor, dus dat er echt zware sancties op volgen. Zoals een vrijspraak, zeker niet ontvankelijkheid. Wat nog wel eens gebeurd is als het volledig onbegrijpelijk is dat je een dagvaring nietig verklaart. Zeg van, dit is onbegrijpelijk, hier kunnen we niks mee. Ja. Dan heeft de officier de mogelijkheid om opnieuw te gaan beginnen. Ja. Want bijvoorbeeld het onrechtmatig inzetten van dwangmiddelen, dat komt weinig voor. Maar als het voorkomt, in wat voor soort zaken zou dan kunnen voorkomen? Dan zul je vooral moeten denken aan het inzetten van observatieteams. In de grotere zaken eigenlijk. De meer georganiseerde criminaliteit. Ja. Die is
bijna vergeven van allerlei subregeltjes. Ja. En daar zul je zeer nauwgezet moeten kijken van, is alles gevolgd? Ja. Dat moet je ambtshalve bekijken, maar het is vooral de verdediging die het recht heeft om al die stukken, de toetsingen en dat soort zaken te zien en ook allemaal keurig te controleren of het goed gegaan is. Ja. Die problematiek, zeg maar, waar je misschien uit de krant wel eens een keer wat van hebt meegekregen, die speelt dus eigenlijk vooral in de echt die grote, ja, ingewikkelde zaken waar sprake is van georganiseerde kwaliteit, ja, waar het ook vaak heel lastig is om bewijs boven water te krijgen. En waar met heel veel man waarschijnlijk, ja, ook op een zaak. In een doorsneezaak zul je dat niet gewoon zeggen. In de politierechtenzaak zul je dat zelden tegenkomen. Het zijn vaak de grotere zaken.